Wat is nou het allerbeste middel om duidelijk te maken dat je ergens niet moet staan? Dat is als je daar gaat parkeren dat je ziet, oh, 10 euro per uur, dat is een hoog bedrag. Oeh, volgens mij is het niet de bedoeling dat ik hier ga staan. Dan ga je daar niet staan. Misschien is het probleem wel dat die 10 euro eigenlijk nog te laag is. Dat mensen nu het idee hebben dat we dit doen om geld te verdienen. Misschien hadden we 100 euro van moeten maken. Pardon. Dan komt pas echt duidelijk van, oh wacht even, dit kan niet. En dan had de VVD misschien ook gesnapt dat het niet gaat om dat bedrag. Maar dat het gaat om dat je niet wil dat die mensen in de woonwijken gaan parkeren. Ja, dus uh, preventie. Preventie, duidelijk maken waar ze moeten staan. Daar zijn we het allemaal over eens. De motie van de VVD over uh, in die garage parkeren... was eigenlijk ook al in het beleid van de wethouder. Daarom was niemand er ook op tegen. Dus dat gaat allemaal ook gebeuren. En ja, natuurlijk moet je die dingen doen. Maar het gaat erom dat als je daar toch nog terechtkomt... en je wil gaan betalen voor die plek dat je dan snapt als bezoeker van... hé, hey, dit is niet de bedoeling dat ik hier ga staan. En dat kan gewoon echt alleen... met een duidelijke verhoging van het tarief. Ja, het rechts, is het een idee uh, dat, dat je dus mensen wel afschrikt... met die, met die 10 euro per uur? Dat is, dat is wat, wat iedereen wil, hè, de, uiteindelijk. Van dat je toch ervoor zorgt dat mensen... Uh, toch even twee keer nadenken... ga ik wel of niet uh, met de auto naar Scheveningen? Nou, ik denk dat je de mensen meer afschrikt... door te handhaven met wat ik zei... Uh, wielklemmen en wegslepen. Want... U kent ze ook wel. De aso's, de vlegels, de mensen die zich nergens wat van aantrekken. Die denken, joh, ik zet gewoon die auto daar neer. En ik betaal gewoon twee tientjes. En eh, dan blijf ik hier gewoon de hele dag staan en dan heb ik een boete. Maar ja, joh, we zijn toch met z'n vieren, dus dan delen we die boete door vieren. En dan betalen we dat lekker, hebben wij een lekkere stranddag gehad. Dat hou je natuurlijk ook nog. Dus ja, of je nou een, 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 daar een tientje van maakt, dat interesseert die mensen nou, Of 100 niet. euro dus, zoals Dennis Schoenenwold nou, zegt. 100 euro vind ik wel heel rigoureus. Want dan denk ik dat we inderdaad de duurste badplaats van heel, heel de wereld Wereld worden, zoals door sommige ondernemers werd geroepen. Maar uh, ja, je hebt natuurlijk van die ASO's die gewoon geen bal kan schelen. Ja, en als maar... je ze wegsleept en of een wielklem geeft, nou, dan aan het eind van de strand dan, dan denken ze: oh, mijn god, het. Ja. Die... Maar en wat er Moloen... nu gaat gebeuren, is dat ook de toeristen die niet door hebben dat het niet de bedoeling is dat ze daar parkeren, ook een wielklem gaan krijgen. Want die wielklem en het wegslepen, is ook onderdeel van het beleid van de gemeente. En als er nou iets desastreus is voor de toeristische sector in Scheveningen, is dat de Bereidwillende toeristen een wielklem krijgen en weggesleept worden.